Dus ik heb het nu al met de voorbeelden laten zien, maar laat ons eens even de werkwijze van een recursieve methode in kaart brengen. De manier waarop je een recursief probleem afhandelt is dus door altijd een basisgeval of een aantal basisgevallen vast te leggen. Het kan zijn dat er meerdere zijn. En recursieve gevallen. Ook daar kunnen er meerdere zijn. Maar het idee is dat je een recursief geval, dus eigenlijk een grote versie van het probleem, dat je dat oplost door het probleem te verkleinen. En door het probleem te verkleinen ga je eigenlijk altijd meer in de richting van een bepaald basisgeval. Eens je een bepaald basisgeval hebt, dan kan je gewoon een kant-en-klare oplossing voorzien. En met die kant-en-klare oplossing kan je dan een van je recursieve gevallen oplossen. Dus misschien moet je dan nog iets doen met de oplossing van het kleinere probleem, zoals bijvoorbeeld bij de Russische poppetjes. Het is niet omdat je een kleiner poppetje hebt dat je klaar bent. Nee, je moet met dat kleiner poppetje, je moet daar nog een omhulsel voor maken. Maar dat omhulsel maken, we veronderstellen dat je dat dan wel kan. Of met de machtsverheffing, je hebt 2 tot de zesde macht al en je wilt 2 tot de zevende. Oké, dan moet je maal 2 doen, maar maal 2, dat kan je al. Dat veronderstellen we. Dus machten, dat kunnen we nog niet, maar vermenigvuldigen kunnen we wel. En dan kunnen we ook met de oplossing van het kleinere probleem het grotere probleem oplossen. Dus we spreken van een basisgeval en een recursief geval. Dus in deze voorbeelden, zowel met die lijst als met de machtsverheffing, kunnen we wel een for each gebruiken. En je mag nog altijd blijven for each gebruiken. Je hoeft nu niet overal recursie te gaan introduceren. Maar er zijn wel situaties waarin recursie meer geschikt gaat zijn.